Dit is dus gewoon vuren. Dit is dus Red Cedar. Betere kwaliteit. Hier een drieruims bijkastje. Als beginnend imker heb je daar eigenlijk nog niks aan. Kijk, hier gaan drie raampjes in. Ja. Heel klein. Dit is echt voor het... Je kan hem wel gebruiken om als je in je bijkast bezig bent, wil je je raampje even veilig wegzetten. Zonder dat er andere bijen, zonder dat het afkoelt. Zet je dit er even naast. Gaat je raampje in, deksel erop. Klaar. Ga je later, het jaar erop, ga je koninginnen kweken of kleine vegertjes maken of whatever. Je hebt eventjes een heel klein vlokje. Kan het in een drieraampje. Maar als beginnend imker heb je dit eigenlijk nog niet nodig. Behalve dat je tijdens het werk nog wel eens een raampje weg wil zetten. En dit is heel mooi afsluitbaar. Dus functioneert heel goed als een raampje, of een kastje om even een raampje op te bergen. Maar dan moet je ramen hebben die van deze maat zijn. Dit is allemaal simplex maat. Allemaal spaarkastmaat. Ja, spaarkastmaat. We gaan straks over op de andere maat. Ja. Deze mag even terug. Waar je als begin imker wel mee te maken krijgt, is de zesramer. Want je begint met een vegertje. Ja, met je eigen afleggertje. De zesramer heb je dus nodig om jouw eerste kleine volkje in te huisvesten. Jij krijgt straks een vegertje, een stekkie van de grote kast. Dat gaat in een zesraamskastje. Dan begin je in een klein kastje. Ja. Dit is ook weer de gewone spaarkastmaat. Hier gaan dus zes raampjes in. Ja. Daar zit een deksel op. Er zit een vliegplankje wat afsluitbaar is. In deze geval, dit geval is een heel goedkope, die is van Red Cedar, is iets mooier, iets duurder. Ja, waarschijnlijk gaat dit langer mee. Ja, verf houdt natuurlijk alles stukken beter, hè? En een droge bijstal is nog mooier. Als je het in een stalletje kan zetten, dan gaan je kasten veel langer mee. Dit is gewoon wat degelijker en duurder. Dit is ook goed. Moet je die Red Cedar ook schilderen? Ze worden vaak in de lak of in de olie gezet. Want ja, het is natuurlijk een heel mooi hout, hè? Ja. Het is eigenlijk zonde om daar een kleur op te zetten. Ja. Deze moet je echt een kleurtje geven. Dus de zesramer is jouw beginkastje. Ja. Maar voor de winter moet je naar een tienraamskast. Want een beetje volk overwintert op zeven ramen. Nou, dat past hier al niet meer in. Nee, want je moet dus ga je naar een tienraams. Die hebben we hier. Complete kast heb je hier. Er zit nog geen vliegplank in, maar dat ligt er nog in. Een broedkamer. Tot zover ga jij dus. Hier gaat een deksel en een dak op de eerste winter in. Ja, erop heb je een tweede broedkamer en misschien wel een honingkamer nodig. Kijk, de honingkamer is iets kleiner, hè? Ja. En die deksel, die kan... Die kan net zo goed hierop. Dat is allemaal één maat. Ja. Nou, zo'n kast als deze kost dan zo'n €160 compleet. Dan heb je dus een hele kast, nog geen raampjes. Dit is dus gewoon vuren. Dit is dus Red Cedar. Betere kwaliteit. Hier gaan jouw kleinkinderen ook nog in imkeren. Als het, als het goed onderhoudt. Dit hout vergaat niet. Nee. Dus dit is... goed. Maar goed, dan heb je een verschil van boven de 200 of 160. Het is ook allemaal tweedehands te koop, dus je hoeft niet altijd gelijk alles nieuw te kopen. En dit is allemaal spaarkastmaat. Dat is een standaardmaat die we allemaal hetzelfde raampje hebben. Daarnaast heb je natuurlijk nog de andere maten waar we het zo over gaan hebben. De dadantmaat. Ja, de grotere. Grotere maat, ja. De eerste zomer heb je dit nodig. Ja. Heb je nog niet een tweede broedkamer nodig. Als je niet zoveel zakgeld hebt, gaan we het heel zuinig doen. Je hebt in ieder geval de bodem nodig. Ja. Je hebt de broedkamer nodig met een deksel. Hè. Hier zit een houten deksplaat op. Oh, er zit een deksplaat. Ja, die zal hier nu zitten. Jee, daar zit hij. En een dak heb je nodig. Maar voor de winter moet je ze voeren. Ja, vanzelf. Dan heb je onder andere deze bak. Dit is ook niet zo'n dure bak. Er zitten losse dekseltjes. Hier zitten de bijen achter en hier zit de suiker. Ja. Hier zit het. Hier zit een randje in, dat water onderdoor kan. En waar de bijen een ruwe kant voor de bijen en een gladde kant voor de suiker. Ja. Die moet ergens in zitten. Dus eigenlijk moet je op zijn minst nog zo'n honingkamer erbij hebben. Ja, want deze anders kan bak je, moet ergens in kunnen staan, bovenop de broedkamer. Dus dan krijg je een dekplank, hè, dat ding wat hier nu zit met een gat erin. Waar de bijen dus naar boven kunnen. Ja. Dan krijg je een, alleen maar de honingkamer dus nodig en dan het dak er weer op. Dat is omdat je het najaar moet voeren. Na het voeren gaat dit er weer af en dan kom je toch weer op dit uit. Ja. Je zou zelfs een ring kunnen maken, gewoon een vierkant, een rechthoek, een ring die je precies oppast. Dat kan. Als je het geld niet hebt, ga je het zo doen. Ja. Dus ja, het eerste jaar hoef je dus nog geen 160 uit te geven. Je kunt het een stukje verminderen. Ja. En dan zou je volgend voorjaar, als de volk gaat groeien... Heb je zeker een tweede broedkamer nodig. Als het een beetje mee zit, ga je ook honing slingeren. Heb je die dus nodig. Ja. En aan het einde van het jaar gaat de honing eruit, dus zit die voerbak hier. Ja. Dus dit
is eigenlijk je... Je begin, ja. Je begin, ja. Alleen volgend jaar ga je dit weer splitsen, dan moet je ook weer meer hebben, maar dat is volgend jaar. Je hebt, wat we net gezien hebben, de houten kasten. Je hebt natuurlijk ook piepschuim. En piepschuim is veel warmer. Het rot niet. Je kunt het ook schilderen. Je kunt het alle kleurtjes geven die je wil. Het enige nadeel is, het is wel eerder stuk. Zo'n, zo'n mooie red zederkast gaat je hele leven mee. Ja. En die van je kinderen en je kleinkinderen waarschijnlijk ook nog wel. Daar kun je deuken in maken. Dit, en zeker omdat je met je bijtel er wat tussen gaat, is het toch wel kwetsbaar. Maar het heeft wel degelijk voordelen van het is warmer. Het isoleert beter. En het zal ook lichter zijn. En het is veel lichter en het is niet duurder. Het is zeker goedkoper dan een houten kast. Want zo'n kast, in dit geval, zal je op zo'n 120 euro uitkomen, denk ik, compleet. Ja. Nou, dat is een lekker dik, warm dak. Oh, ik neem alles gelijk mee. He, lekker warm dak. Daar als dekplank heb je iets. Het is dan in dit geval de Zegenberger, die dus een heel mooi doorzichtig dakje heeft. Wat je goed in kan kijken. Ja, wat je ook makkelijk kan pakken zo. Ja, je moet je dus wel met een plumuurmes onderdoor, hè? Nou, anders gaat het dus niet, hè? Dan heb je de raampjes. Nou, die zit hier dus in een stripje, net als bij die andere. Hier zit het stripje nog niet in, dat moet je er nog in maken. Hè, de gewone simplexmaat. Want het stripje druk je hier gewoon in. Dat gaat hier tussen, ja. Dit is dan de honingkamer. De broedkamer eigenlijk hetzelfde, hè. Hier heb je de stripjes. Dus in dit geval is het 11 waarschijnlijk. 2, 4, 6, 18. Oh ja, 11 ramen. Je hebt ze in de spaarkastmaat heb je ze in 10 en in 11. De 11 worden nog gebruikt door de bio-imkers vooral. Meestal zit er 10 in, maar je mag nooit beide hebben. Want de ramen hangen natuurlijk allemaal precies boven elkaar. Op het moment dat ik hier 11 heb en de bovenbak heb ik er 10. Als je twee bakken op elkaar hebt, moet het dat moet wel hetzelfde zijn, ja. Anders gaat het niet goed. Op zich maakt het verder niet uit, door de bijen vermaken zich even goed wel. In dit geval gaan die stripjes dus hier, worden ze hier ingedrukt. Dit is de verkeerde maat, hoor, die past hier niet in. En ja, hier hangen dus onze raampjes in zo. Dit is dan de broedkamer. Dan hebben we de bodem. Ja, dat is een lage bodem. Ja, die loopt ook schuin af, hè, dat het water weg kan. Daar zit een lade in, die eruit kan trekken. De Varroa-lade, dit gaas is dus ook om de Varroa door te laten vallen. Hier moet nog iets in wat de ingang een beetje verkleint, want dit is wel een hele grote opening nu. Dat kun je dus verkleinen. Gewoon met schuim? Met schuim kan dat, ja. Er zijn ook speciale latjes voor. Ook kan ook, ja. Ja. En ja, een piepschuimenkast is lichter in gebruik. Makkelijker te tillen ook. Maar ja, gaat minder lang mee. Ja, nou, hier moet ik wel heel voorzichtig zijn. Ja, zeker. Het wordt vaak met vaseline even ingesmeerd. Dan krijg je het makkelijker los. Heel klein beetje vaseline, ook weer niet te veel. En dan kan je zo je bak erop zetten. Lekker warm, goed geïsoleerd. Dat is zonder meer een voordeel. En je kan dit ook gewoon ook zo schoon, branden. Nee, deze kan je niet met de brander doen. Dit moet je echt met sodawater schoonmaken. En goed uitspoelen, hè, daarna. Ja. Nou, dan heb je, dat kan ook weer met twee broedkamers, één honingkamer. In dit geval hebben we maar één honingkamer. De mooie doorzichtige deksel. En het dak. Allemaal weer lekker goed geïsoleerd. Ja. Een systeem voor later. Is de toplattenkast. Toplattenkast? Ja, ga je meer de bio-kant op. Hè? Deze hebben gewoon latjes aan de bovenkant. Het zijn ook echt latjes. Ja, en de bijen die bouwen dus zelf hun raad, helemaal spontaan. En dan in de natuurlijke vorm, in die V-vorm. Want dat, normaal gebeurt het ook zo in de holle boom. Ja. Komt eigenlijk ook uit Afrika, waar ze in de holle boom staan werken. En ja, dit is dus eigenlijk, in een korf kun je nooit ingrijpen. In deze kast kun je toch nog de raampjes eruit tillen. In de korf zit het. Allemaal vast, ja. De vaste bouw. Dit is toch nog een losse bouw, maar wel op een natuurlijke manier. Ja. Nou, je hebt hier natuurlijk een vlieggat waar hier een strookje zit om de muizen buiten te houden. Er zit ook een schuifbodem in voor de Varroa. Hier zit hij. Gaat het passen? Dan gaat hij dan precies dat laatste. Het past op de millimeter. Ja, dat is, de deksel moet er nog even op. Bio-imk is een heel andere manier van werken. Die wil dus geen kunstraad, die wil geen ijzerdraad, die wil liever geen bestrijdingsmiddelen tegen Varroa. Je komt er niet altijd onderuit, maar liever niet. Ja, meer helemaal de bijen op zijn natuurlijke manier zijn gang laten gaan. Dit systeem, die bij, die bouwt zelf zijn raad uit zo in die V-vorm.
Dat doet hij helemaal zelf. Alleen ik krijg het niet in een slinger. Dus ik kan hooguit raadhoning oogsten. Maar geen potje honing zomaar vullen. Nee, je kan niet, slinger honing hiervan krijgen. Nou ja, je zou stukken in op een of andere manier kunnen, maar er wordt natuurlijk een hoop geknoet, vind ik, op niks af. Dus ja, dit is een heel ander systeem en ik wil het niet aanraden aan beginnende cursisten om op deze manier nu al te beginnen. Volgend jaar heb je ervaring, ga je meer een richting zoeken. En dan weet je ook de verschillen. Hier heb je een hele grote kast met een separator of een koninginnenrooster erin. Je kan sluitblokken erin, je kan daar dus twee volken in, daar kun je één van maken. Hier kun je alle kanten mee op, maar dan veel meer op de natuurlijke manier zoals de bij het zelf zou doen in de natuur. Ja. Dat komt dichter bij de natuur dit. Ja, maar het vraagt nog meer van de imker dan... Ja, je moet wel, het is een hele andere tak van sport. En we hebben het nu over een basiscursus. En in de basiscursus leer je de basis. Het is het zwemdiploma A. Je kan zwemmen, maar je verzuipt net niet. Ja. Maar nou, dat is met bijen, hou het net zo. De basiscursus, je hebt het geleerd. Maar de komende twee jaar heb je het nog druk hoor. Dan moet je nog heel op leren. En om dit dan zo... Nou, wordt even te moeilijk. Het bestaat en je gaat het tegenkomen. Het is leuk voor later. We hebben verschillende raampjes. Dit is de dant, veel groter. Dit is de spaarkast. Nou, dat zie je, wel een verschil. Ja. Hè? Dus je moet goed weten welke raad je koopt. Want raad is in pakken te koop, hè? Kunstraad. Dit, velletjes, is in pakken te koop. Dus de raampjes zijn in maten te koop, maar ook de... Ja, zeker, alles is er. Maar dan heb je ook nog met en zonder zaagsnee. Dit is een raampje met zaagsnee. Hier zit een snede in, waar je dus de was indrukt. Dus dat velletje is groter. Aha. Dus als je deze raampjes met zaagsnee hebt, moet je ook raad met zaagsnee nemen. Als je dat niet hebt, dan heb je kleinere velletjes en die passen hier gewoon precies tussen, die worden ingesmolten. Nou, die raampjes kun je kant-en-klaar kopen. Je kunt de raampjes zelfs kant-en-klaar met was kopen. Ja. Het is veel leuker om het zelf te doen. Het is best een leuke kleur, ook om dit te tekenen, te timmeren. En dan koop je dus gewoon zo'n heel setje. Wat je zelf in elkaar gaat zetten. Dit zijn de zijkantjes, de bovenkantjes, onderkantjes. Maak je zelf je raampjes. Ja. Dat moet je als het goed is leren in je cursus. En dan nog, als je zo'n pakketje koopt, moet je ook heel goed weten. Ik koop een pakketje voor dit, ik koop een pakketje voor deze. Afhankelijk van welke kast je hebt. Ja. In de regels zou je in de cursus zou je de spaarkast hebben. Nou, dan heb je deze. Dan moet je de keuze maken, wil ik het met zaagsnee, wil ik het zonder zaagsnee. Ja. Met zaagsnee zit het wat beter vast. Met ijzerdraadjes alleen zit het ook goed vast. Deze heeft dan geen zaagsnee. Zit ook goed vast. Ja. Het is gewoon hartstikke leuk om zelf te timmeren. Dus ik zou een pakketje zelf timmeren. Dat moet je zelf timmeren en dan moet je ook zelf draden. En deze draden zijn al strak, maar ze moeten ook nog even met de spanner vastgezet worden. Hè? Zo'n wieltje eroverheen. En dan gaat het met de transformator vast. En dan moet je ook vast. Die oogjes erin. Maar dat zijn dingen die je in de cursus gewoon allemaal leert. Hier zitten oogjes in, omdat anders het draad... in het hout trekt. Ja. Dus het is of zelf maken of een kant-en-klaar kopen. Of helemaal kant-en-klaar. Als je helemaal geen tijd hebt en hartstikke rijk bent, koop je het kant-en-klaar. Ja. Maar het is vreselijk leuk om het zelf te maken. Mooie winterklus. Ja. Maar jouw boodschap is vooral van wees consequent, dat je goed weet welke maat heb ik en koop daar dan precies de was voor. En Je ziet hier wel het verschil. De dant of spaarkast, dat past niet in de ander. Nee, dan kom je thuis en dan... heb je het verkeerde. Ja. Dat is niet goed. Oké, nou duidelijk. Dit is dus gewoon vuren. Dit is dus red cedar. Betere kwaliteit,